dierbaar België, o heilig land der vaderen. Onze ziel en ons hart zijn u gewijd. Lucas, hier zijn we weer. We staan weer op een podium. Is dat lang geleden voor jou? Geleden van half maart 2020, toch wel. Ik heb onderwijl nog wel een paar maanden gefilmd, maar ja, theater is toch nog iets anders, hè? Levend publiek. Dus ik denk dat iedereen die meespeelt in 38 enorm veel zin heeft om dat publiek te voelen en ja, terug te kunnen spelen uiteraard. Ja. Hoe hard kijk jij er naar uit? Ja, goh, op den duur begint dat wel te kriebelen. Hè? Ik moet zeggen, ik heb ook wel genoten van de rust hoor, in heel dat corona gebeuren. Maar ja, je hebt goestie om te spelen natuurlijk. Plus ja, we hebben het al een jaar uitgesteld. Normaal ging het in 2020 in première gaan. Dus ze hebben nog wat tijd gehad om nog wat te sleutelen aan het scenario. En wij nog wat meer tijd om ons daarop voor te bereiden. Dus we hebben hard gewerkt, maar het is een heel fijn concept. Het is ook vind ik een heel origineel concept door het feit dat je met die twee tenten zit. Die Hollandse en die Belgische tent, waarin dat de proloog wordt gespeeld. De visie vanuit Hollandse hoek en dan vanuit Belgische hoek. Dan switcht het publiek van tent, zodat iedereen van de toeschouwers dat te zien krijgt. En dan heb je de grote apotheose hier in de hoofdtribune, waar dat dan alle toeschouwers tegelijk kunnen gaan zitten. En dan krijgen we de echte revolutie van 1830 hier op de barricades. Ja. Wat is dat allemaal met u, jong? Zet je zot geworden of wat? Wil je dat ze ook oppakken? Maar ik kom wel voor u op, Eva. Ja, daar is hier toch niet de plaats voor? Hoe ga jij vanavond op het podium staan? Ja, het zal spannend zijn natuurlijk. Hè? Maar ik heb vooral zin in respons nu. Een aantal mensen die ook komen kijken, die niks van het verhaal kennen, die niet weten, die de muziek nog niet hebben gehoord, die de karakters niet kennen. Dus nu heb ik een klankbord om eens te horen wat dat ze zien en horen ook vooral. En dus ik heb wel goesting. We hebben allemaal veel goesting. Echt wel.